En Gerard zegt over jou, Mel, dat toen hij jou hoorde zingen, hij meteen verkocht was. Nederland is volgens hem een te gekke zangeres rijker. Ook jij kreeg Carré muisstil met die stem. Lief. Lief, ja. Hè? Ja, vind ik echt lief. Nou, en het is waar, dat kunnen wij al zeggen, want jullie gaan straks zingen. We hebben natuurlijk de repetitie gehoord. En jullie hebben inderdaad allebei, ongelooflijk goede stemmen. Hè, Sybrand? Ja. Nee, het klonk fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Morgen. Dit lijkt wel een beetje op slijmen zo. Ja. Nee, dat is het helemaal niet. Maar dat zouden we dan ook toegeven. En misschien is dat... Nee. Morgen is 50 jaar geleden... Morgen is 50 jaar geleden dat de Cats voor het eerst optraden. Koninginnedag, 30 april. Wat kun jij nog herinneren, Piet, van die dag? Ik heb niks. Nee, daar was ik al bang voor. Weet je wie dat was, Mel? Ja, dat was Kees Boes. Toen weet ik niet wat dat is. Ja. Wanneer wist jij bij jezelf van, er zit muziek in me? Nou, ik zing eigenlijk gewoon al vanaf dat ik geluidjes kon maken. Oh, die foto. Oh, mensen. Schrik je ervan? Nee, vanaf ik geluid kon maken. Ja. En dat ik 10 was, heb ik volgens mij voor het eerst of 11... Bij de verjaardag van mijn oma hebben we toen met z'n tweeën een liedje gedaan. Dat was eigenlijk een beetje mijn eerste optreden toen. En dat voelde gelijk goed? Was leuk. Was het 60? Ja, was 60 geworden. Ja. Ja. Dat was bij Theo, in die achterzaal. Inderdaad. Was dat Stand By Me of zo? Willen jullie alleen even praten? Ja. Nee, want ik weet het niet meer. Zij weet veel meer. Zie. Oh, maar als je terugkijkt, dan komt het allemaal wel weer boven. Nee, nou, allemaal. Maar je wil serieus een carrière nu in de muziek? Ja, dat wil ik wel echt. Of heb je nog een baan nu erbij? Ja, heb ik ook nog een baan erbij. Wat doe je er dan nog bij? Ja, ik zit bij mijn vader. Mijn vader heeft een viszaak. Hoe verrassend, Volendam. Ja. En daar ben ik dus 2 dagen in de week. Jeetje. Maar je hebt inmiddels wel ook in het voorprogramma gestaan van de 3J's. Ja, heb ik ook gedaan. Ja. In Noord-Holland. Ja. Was het leuk? Hartstikke leuk. Leuke jongens? Ja, hartstikke lief. Ja. Nou, een van de jongens heeft de moeite genomen om een klein filmpje te maken. Volgens mij een soort selfie-filmpje. Ja. En, houdt er vrij plotseling op. Ja, maar kijk maar even. Oké. Kijk, zingen kun je leren. Als je een klein beetje zangtalent hebt, een mooie zangstem, dan kun je dat ontwikkelen door zangles te nemen. Alleen de echte soul, het echte talent, dat kun je niet aanleren. Dat is aangeboren, dat zit in je genen. En Melanie heeft dat, is daarmee in de wieg gelegd. En dat heeft ze natuurlijk van haar opa, want Piet Veerman was in zijn tijd met afstand de beste zanger van Nederland. Hij was eigenlijk de enige blanke zanger met zwarte soul. En waar hij dat vandaan had, dat moet iets met reïncarnatie te maken hebben. Ik denk dat hij in een vorig leven een neger ergens uit de buurt van Memphis was. En Melanie heeft dat dus ook in haar genen. Ja, de vraag is dus, Jan Dulles was dit, hè? Ja. Heb je het in je genen? Ik denk dat er wel iets mee te maken heeft. Ja. Jullie hebben samen een duet gemaakt. Dat gaan jullie zo meteen hier voor ons zingen. Piet, je hebt ook wel eens gezegd dat je je zorgen maakt over de nieuwe generatie. Hè? Dat ze zoveel en zo opgebruikt worden, dat je bang bent dat ze binnen de kortste keer opgebrand zijn. Nou, dat vind ik wel. Vroeger, in onze tijd, toen hadden we die talentenjachten. Maar die waren tamelijk, die werden gedaan in een tamelijk besloten kring, weet je wel, een zaal. En als dat tegenwoordig, dan is dat op tv, The Voice dit, The Voice dat, en de beste zanger van die en de beste zangeres van dat. Allemaal andere verschillende programma's, allemaal van onder auspicie van de Mol. En dat gaat dan één zo'n talentenjacht die het dan wint. Bij ons was dat op een avond van niks af aan tot aan dat je dat beeldje krijgt. Weet je, zo'n 3 beeldjes het woog niks, maar dat maakt ook niks uit. Het was een eerste, tweede en derde plaats. Maar dat ging op één avond. En nou gaat er zoveel tv's vooruit, want er moeten kijkcijfers komen. Maar dat gaat ten koste van alle jonge mensen die in Nederland wat willen doen. Maar hoe behoed jij Melanie daarvoor? Omdat ik daar een paraplu voor heb en die zet ik dan op, dan, dat ze het niet ziet, weet je, dan, voor tv. Maar ik vind het nogmaals, dat kan je niet behoeden, want dat gebeurt gewoon. Maar ik vind het doodzonde dat fenomeen van vroeger, die talentenjachten, dat nu
in zo'n grote, uitgebreide beweging... Dat er niemand een kans meer krijgt eigenlijk. Dat de jonge mensen geen kans meer hebben... om dat gevoel wat zij ook hebben, van ik wil dat. Dat dat dan in de kiem gesmoord wordt eigenlijk. Je wilt dat dat veel rustiger opgebouwd dat kan worden. Dat dacht ik wel. Maar, ga daar maar eens aan staan. En daar bedoel je mee gitaren, hoop ik? Of... Nee. Voetbal. Voetbal. Voetbal, ja. Ja. En ik mag binnenkort weer starten, want ik heb een blessure opgelopen laatst. Ja. Want mijn voorste kruisband was helemaal weg. Ja. Je wat was helemaal weg? Voorste kruisband. Helemaal weg? Ja, die was afgescheurd. Dus daar ben je wel een tijdje uit de running geweest? Ja, nu 9 maanden geloof ik. Jee, maar ik heb me laten vertellen, je zit elke week trouw op de bank. Ja. Te supporten. Absoluut. Ik hou hem hard vast. Ja. Ja. Nou, de meiden van jouw voetbalteam willen je ook nog even iets. Nee, echt? Ja. Hey, helaas ben je alweer een jaartje geblesseerd. Maar wel sta je altijd langs het veld. Onze grootste supporter. We hopen dat je er volgend jaar weer bij bent. Eigenlijk wisten wij al lang al dat je kon zingen. Het begon hier in de voetbalkantine. Dan was jij altijd degene die als eerste de microfoon pakte. En dan was het gelijk feest. De voetbalkantine is nu voor jou te klein geworden. En ga je zelfs mee in het voorprogramma van de 3A's. En sta je zelfs in Carré. Supergoed. Mel, je doet het goed. We zijn super trots op je en we hopen dat je het ver gaat schoppen. En je weet, wij zijn je allergrootste fan. Bedankt, hè! Top! Leuk, dit vind ik echt dat leuk. Wist je niet. Nee, dat was ook te bedoelen. Hey, het was dames 1, Volendam. Ja, dames 1. Wat voor dikke. Hoe laat moet je spelen? Wanneer moet je spelen? Aankomende zondag, denk 2 uur. Oké, nou... Weet ik nu niet zeker. Ga je dat volhouden? Ook als je echt helemaal... Nou ja, zo lang ik kan wel. Ja. Ik vind het wel echt hartstikke leuk om te doen. Ja. Smiddags spelen, s'avonds optreden. Ja, precies. Aan de ene kant is ze keihard in spijkerrecht. Maar als ik er zie, vanaf de middellijn, dan ben ik gewoon hebben, vind ik het triest. Voor de keeper, want ze heeft een schot, oh, ja. Dat wil je niet weten. In keihard tegenover de rest. In de andere kant staat ze weer de mooiste liedjes dat ze... She brings a tear to my eye. Ja. Love in Arms. If you could see me now. One who said that she'd tried to run. The one who said she'd rather be alone. If you could only see me now. If I could hold you now. Just for a moment, if I could really make you mine. Just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you right. And I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and I love it for. Lying in your loving arms again. If you could hear me now, if you could hear me singing somewhere through the lonely night, and dreaming of the arms that held me tight, if you could only. Too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and I'm longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I can almost feel.